het gewoon echt ontzettend interessant om te kijken hoe je als, om te zien hoe je als mens en als micro-organisme echt samenleeft soms. Ik doe onderzoek naar de verspreiding van malaria. En malaria is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door parasieten. Die kunnen worden overgedragen van mens op mens via een muggenbeet. Ik doe dus onderzoek naar de verspreiding van malaria in Sub-Sahara-Afrika, omdat de gevolgen van malaria daar het grootst zijn. Ik ben Sarah Lin, ik ben 26 jaar en ik doe een promotieonderzoek op het Radboud UMC. Wat we hier in Nijmegen kunnen doen is afweerreactie onderdelen, eigenlijk ook aan de mug voeden samen met die gekweekte parasieten. En dan kunnen we kijken of dat dus verschil maakt voor die verspreiding. Nou, je hebt eigenlijk verschillende manieren om de verspreiding van malaria tegen te gaan. Er zijn bijvoorbeeld manieren die ingrijpen op de mug zelf. Dus dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld mensen laat slapen onder een muggennet. Maar je kan ook medicijnen geven aan de mens die die parasieten onderdrukken. En als je dus goed kunt kijken welke manieren nou het meest effectief zijn, dan kun je ook kijken hoe je ze kunt inzetten en bij welke mensen je deze middelen bijvoorbeeld moet gebruiken. In de muggenunit groeien wij dus muggen. En die volwassen muggen die gebruiken wij om onze experimenten mee te doen. Ja, ik onderzoek dit natuurlijk niet alleen. Ik doe dat echt in een internationaal team. Dus wij werken veel samen met mensen in landen waar malaria voorkomt. Op dit lab ben ik vooral bezig met het analyseren van de data die ik krijg uit die malaria-landen. Maar we werken ook samen met de mensen die dus wel de muggen-experimenten doen voor ons hier in Nijmegen. En daar krijg ik ook data van. Mijn onderzoek naar de verspreiding van malaria is geslaagd als ik ten eerste nieuwe inzichten heb weten te krijgen in het veld, waar ook andere mensen weer mee aan de slag kunnen. Maar ook wanneer ik het gevoel heb dat ik op een goede manier heb samengewerkt met de mensen uit malaria-landen bijvoorbeeld.